Absoluut nee, want wij vinden het eigenlijk een beetje een onzinstelling. Omdat je feitelijk ook stelt dan dat niet succesvolle initiatieven eigenlijk gestraft zouden moeten worden. Oké. Antwoord is nee. Ik vraag me af wie tegenwoordig überhaupt nog een bonus wil hebben als je een beetje aardig eruit wil komen. Dat heeft er een beetje een nare bijklank gekregen. Maar wat de grootste bonus is voor cultuurinstellingen is gewoon het applaus en de hoeveelheid mensen die er komen of de leden van een vereniging die aan cultuur doen. Dat hoeft niet financieel beloond te worden. Oké. Okay. Helemaal eens met Hart voor Apeldoorn, grote onzin. De gemeente moet ervoor zorgen dat we een breed cultureel programma hebben. Succesvolle initiatieven redden zichzelf wel. Maar laat ik nu ook nog gelijk de knuppel in het hoenderhok gooien. Wij zeggen ook, initiatieven die minder dan 5000 euro subsidie vragen, zouden wij dus ook willen ondersteunen. En Hart van en Apeldoorn is daar dus falikant op tegen vanwege de uitvoeringskosten. Totaal oneens met jullie stelling op dat gebied. Telkens als je iets roept hier in Apeldoorn, en dat hoor ik natuurlijk de laatste weken al wat vaker, van goh, we willen graag iets veranderen, dan wordt er meteen gesteld van, en hoe ga je dat betalen? Nou, als je weet dat er toch voor een groot aantal subsidie wordt verschaft aan zeg maar kleine organisaties, die wij toch een beetje onder het begrip hobbyisme inschalen, dan kunnen we daar toch op jaarbasis zo'n 5 miljoen mee besparen. En ik denk dat Detlef, zeker in zijn huidige functie als wethouder financiën, daar toch enorm dankbaar voor zou kunnen zijn dat het op die manier kan worden opgelost. Nou, maar ik vind wel dat initiatieven vanuit de stad die er komen, ook al mag dat dan gaan over een paar duizend euro, dat je die gewoon moet ondersteunen. Je moet mensen de kans geven om met goede initiatieven te komen. Dat willen we ook met z'n allen. We zitten hier net allemaal te praten over van laat mensen eens een leuk idee hebben. Laten we daar eens mee in gesprek gaan. En als dat dan stuk moet lopen over een paar duizend euro, dan zeggen wij als Leefbaar Apeldoorn, dat is zonde, dat moet je niet willen. Je moet dat soort dingen gewoon blijven aanmoedigen. Ja, ik word nu uitgedaagd als wethouder financiën en dan ben je in principe natuurlijk altijd de grote knieper, dus 5 miljoen ergens vinden, doe je gelijk. Als je daarmee niet de leefbaarheid van Apeldoorn om zeep helpt. Als wij het hebben over initiatieven van 4000 euro, korenfestival bijvoorbeeld, niet meer door laten gaan. Of je moedigt initiatieven aan om gewoon niet meer genoeg eigen gelden bij elkaar te zoeken. Want kom je met 4000, een subsidieaanvraag van 4000 aan, wordt die dus niet gehonoreerd. Kom je met een subsidieaanvraag van 6000 aan, dan gaat die dus door. Nee, niet de hoogte van de subsidie is bepalend, maar wat doet het voor Apeldoorn? Ik denk dat het gewoon goed is om die hele subsidieverordening nog eens een keer goed onder de loep te nemen. Vanzelfsprekend ben ik het ook met Detlef eens dat je niet gewoon de grove kam er doorheen kan halen. Kan stellen van, nou ja, dan moet alles maar weg. En succesvolle initiatieven moeten we niet meer belonen. Maar het is denk ik op dit moment te gemakkelijk. Subsidies die worden al jarenlang verstrekt. Eigenlijk altijd zoals automatisme. Er zijn duizenden kleine subsidies van een 3,5 tot een 1000 euro. Die gewoon elk jaar opnieuw worden vergeven. Zonder dat er echt wordt gekeken van, hey, is dat dan inderdaad wel goed? Nou ja, daar zijn we het wel heel erg mee eens. Ik bedoel, het moet niet zomaar zijn dat je per definitie maar iedereen die iets organiseert een bepaalde subsidie gaat toekennen. Nee, dat moet niet zo zijn. Je mag wel kijken naar bepaalde criteria of bepaalde staatsrecht. Sterker nog, wij vinden dat je heel erg mag kijken of mensen daarin niet geholpen kunnen worden om deel te nemen aan activiteiten in plaats van zomaar allerlei instellingen of organisaties te gaan subsidiëren of een beloning of een bonus te geven. Dat is mooi. Ons evenementenbeleid is namelijk zo dat wij elk jaar opnieuw evenementen beoordelen. En dat ligt dus zwaar onder vuur dat wij niet voor een aantal jaren evenementen subsidiëren en toezeggingen doen. Daar was ik altijd tegen, want ik vind dat je dat gewoon per jaar moet bekijken. Ik zie nu mogelijkheden dat er eindelijk eens een keer iemand met me eens is dat we elk jaar beoordelen of een evenement subsidie nodig heeft en niet voor 3 of 5 jaar van tevoren bepalen wat het geld is wat er naartoe gaat. Dankjewel. Maar volgens mij moet je daarin ook nog kijken of je wel
als de overheid erin betrouwbaar kan zijn. Als je ieder jaar opnieuw een bepaalde subsidie gaat bekijken, een bestaansrecht van een bepaalde organisatie, je zou met een organisatie of een initiatief moeten kunnen afspreken, u krijgt dit voor een bepaalde periode, dat kan een maand zijn, dat kan ook 3 jaar zijn wat ons betreft, en daar moet je het dan mee doen, dan bouw je het op, dan laat je zien dat je activiteit een draagvlak heeft en op zichzelf zou kunnen staan, en daar moet je het dan inderdaad voor kunnen organiseren. Als je ieder jaar opnieuw een bepaald beleid gaat zeggen en van we gaan dit opnieuw bekijken, dan loop je het risico dat mensen zeggen, ja, dan investeer ik voor een bepaald jaar, maar het risico dat ik aan het eind van het jaar niets meer krijg, zodat mijn activiteit verder gaat, is dan vervolgens zodanig dat niemand meer iets gaat organiseren. Okay. Dat is dus absoluut niet waar, want als we kijken naar de evenementen die in Apeldoorn al sinds jaar en dag plaatsvinden, hebben we daar dus absoluut geen last van. Nee, het gaat erom dat als een... Als er een evenement is wat winst maakt, waarom zouden we het daar nog in investeren met subsidies? Als een evenement gewoon niet voldoet en gewoon beroerd is, ja, waarom zou je er dan als gemeente nog geld in steken? Neem even op hierop inhaken. Het belangrijke is dat het evenement wel een toegevoegde waarde moet hebben voor Groot Apeldoorn. En dat je niet moet zeggen van het is een korte termijn visie, het gaat om het exploitatieplaatje rond te krijgen voor het jaar, want anders kunnen we het niet uitvoeren. Ze moeten eens een keer wat verder kijken en misschien zelfs wel verder dan 4 jaar. Apeldoorn beoordeelt echt wel waar wij het geld in steken en dat zijn dus de dingen die wij belangrijk vinden en zo hoort het.